kijker van Online Games. En welkom terug bij een gloednieuwe aflevering van EK 2006. Tussen de laatste 16. Staat natuurlijk hierop. Kijk, je kunt hem instellen. Groepfase laatste 16. Kwartfinale, halve finale, finale. Ga zo maar door. Jongens, Zwitserland is door. En Polen is ook door. Dus, we gaan gewoon hun spelen. We spelen met Zwitserland. Want thuis komt het meestal voor, ja, en toch de twee best wel sterke club. Want hij, dit kan, oh ja jongens, één ding. Dit kan een langere video zijn dan normaal. Want er moet er eentje winnen. Als er gelijkspel wordt, wordt er verlengd. Na verlenging, als daar ook nog gelijk, worden er penalties geschoten, jongens. Dus ik hoop dat je daar begrip voor hebt. Laten we maar eens gewoon lekker beginnen met de Zwitserland tegen Polen. Laatste 16. Vanaf de derde. Daar gaan we, jongens. Wat ziet het allemaal zonnig uit? Zwitserland, Polen, is gewonnen. Zwitserland moet gaan, 100%. Polen moet er ook voor gaan. Wat gebeurt er? Wat kan Zwitserland? Maar wat kunnen Polen? De eerste aanval is van Zwitserland. Ook een voorzet voor Zwitserland. Lewandowski. Ging behoorlijk snel te gaan, waar gaat zo doorheen. En nu moet je kijken waar we nu gekomen zijn. Laatste 16. Oei, als die bal was aangekomen. Dat was een ongelukkig van de eerste kaart wordt al gezet bij het doel. En voordat je het weet, zie je aan je broek. Ja, jongen. Ja, dat is een goede actie. Je hebt de bal terug. Noem maar als je rood krijgt, dan maak je volgende weg niet van de vliegtuig. Of wat jij je maar niet meer kan, maar je team niet meer kan. Ze spreiden op de bal. En dan gaan we. Ze denken dat de sliding. Lig je uit, zo is het eenmaal het spelletje. Oh, dat wordt een goede kans hier. Ben benieuwd of hij hier een kaart voor trekt. Stel dan voor die vrije trap. Nou, het is van belang dat de omschakeling goed is. Uithaal! Uitstekend gedaan hoor, keeper. Goed shot. Eerste serie nieuwsstand van wat zeg ik. Hij is de grote van het spel. Ja. Polen is daar erg sterk. Op Portugal verloor van Duitsland. En de spel met Duitsland hebben verloor. Had hij gewoon schot of probeert hij nog meer ruimte voor zichzelf te creëren? Ja. En de goal! De goal voor Zwitserland!
Zes rond daarvoor en daar trek ik de kwartfinale. Gaan we één been voor. Nou, oh, great. We zien of de tegenstander er wat mee kan. Waar de controle over de bal. Goeie hakje. Goed gezien. Goed gezien hier is het. En nu. Dat gaat nu. Echt Abi. En hij heeft de bal terug. Prima actie. Liefst zijn in. Daar komt Tore aan. Lewandowski. Oh. Kan dat de 2-0 worden? Hij raakt het af. Dan schiet hij. Maar dat had hij eigenlijk niet moeten doen. En dat die doorgaat aan vol, daar moet je knallen. Volbergen. Daar moet nu iemand toe, man. Komt er niet. Oh, wat is hij toch balvast? Geen probleem. Ze zijn de bal kwijt en moeten weer in de verdedigende stellingen. Die bal gaat richting Blasikowski. Shaqiri, deze speler heeft een geweldige dribbel en heeft veel beweging in huis om langs de man te gaan. Goeie tackle en opnieuw balbezit dus. Ja, en... Ah, dom! Goed gedaan. Hoewel voor de keeper wel een beetje dom voor de keeper. En dit. Bijna tegen elkaar. Klasikowski. Kijk, elkaar hier. Kom op. Wie gaat de hoekschop nemen? Nee. Komt erbij. Shaqiri. Goed gezien dit. En nu geeft hij zich voor. Buitenspel. Anders had hij gezeten. Ik zeg net niet hoor. Ik zeg net niet. Zeg net niet. Over de achterlijn in de doeltrap. Loop je aan de goal? Nee! Bij de verdediger, maar heb je die bal toch in te werken? Dit was dan bijna nog een ding in de hand. Lewandowski. Klasikowski. Kom maar op met die voorzet, joh. Ja, en nu? Wat was dat? Eerst een goede kans voor Polen. Lewandowski. We gaan rusten bij een stand van 1-0. Ik ben benieuwd wat de tweede helft voor ons in petto heeft. 1-0.
We staan voor, jongens. Dus een kans dat we naar de kwartfinale zijn teruggegaan. Maar Polen, die moeten dan nu echt voor gaan. We willen nog iets terug doen in de tweede helft. Want een van die twee clubs gaat gaan door. We voor de tweede helft. Ja. Ik mag dit terug. Nou ja, voor de tweede helft. Kans nummer 1. Lewandowski. En hij wordt nu aangevallen. Nou ja, laten we maar zeggen dat het een moedige poging was. Dat was een eindje voor de doelman. Gaan we verder. Wordt bepaald keurig. Nu moet hij zich draaien. Maar hij was alleen. Zijn taal kon hij niet. En nu moet hij meehelpen. Doet hij. Dat was het einde van de balbezit. Komt in kanten. Voorzet! Voor zo'n voorzet ligt geen enkele vlucht op. Goed voorzet. Oeh! Wat ga je maken dan? Lewandowski. De tackle wordt niet bestraft doorspelen dus. Er staat hier maar door. Wasikowski. Ja, en nu? Aan! De voorzitter al komt. Dat was goed. Ja, heeft hij hem? Ja, te weten. Ja, dat is goed. Hij heeft de bal. Goeie ingreep. Maar is de bal die ik kwijt? Die pikt hem op. Lewandowski. Er gaan twee spelers gewisseld worden. Bal kwijt, tegenpartij is nu aan zet. Hij laat doorspelen, voordeel aan Polen. Ja, natuurlijk, dat is de vraag, maar al met al is het gewoon wel een goede beslissing van de scheidsrechter. Oh, goede aanval dit. En nu? Ja, en nu? Nu scoren! Ja, dat is niet scoren. Kieper. Aanval geslagen, misschien een kans om zelf iets te doen. Ja. Uithaal! Vernaast. Een goede kans van Zwitserland. En nu? Gaat Zwitserland weer voetballen. Geen kaart, en nu moet die speler toch gaan oppassen. Zwitserland voor dan weer. Polen maakt weer risico. Maar aan het zicht op de gaten. Ik ga heel slecht. Oh, hij valt voor bij Zwitserland. Ja, en nu? Het is vol. Het is zes. En daarom gaat dit niet door. Ja, dit was dat wat ik stel. Daarom was dit niet. Ging dat niet door. En nu? Ja,
buitenspel weer. Hij lijkt erg gedecideerd. Nou, ik zeg net niet. Zeg net niet. Ja, had er later nog een goed gedaan. Ja. Ik heb besloten dat het wel mooi was zo. Ik weet niet of dat ze het zouden redden. En in deze tweede helft wil je er meer werk van maken. Eens kijken of zij een plannetje slaat. Bal retour afzender. Lewandowski. Mooi hartje. Oh. Dat is wel. Gaat Zwitserland door? Of geeft Poen nog kans voor een verlenging? Dat zijn twee minuten. Buitenspel. Zwitserland gaat natuurlijk ook meer tijd trekken. Yes. Ja, en nu? Ja, de bal doorgelopen. Ja. Alles voor de keeper. Ja, maar voor. Een paar minuten nog. Bal weer terug. Dan zal Zwitserland doorgaan. Een schermutseling in de bal. Oh, goede aanval van Zwitserland. Doorspeelbal, dat vindt het publiek niet echt leuk. We hebben nog maar 3 minuten aan de rekening. 3 minuten gaat tijd. Dat is veel te zwaar. Tegenhang. Dit is wat je moet weer aan het doen. Ah, maar moet geen gat meer inkomen. Poelen nog een keer. Ja, het is niet goed. Dat is niet goed voor Zwitserland. Poelen dat niet behalve. Ja, en nu? Hoe komt? Kolanski! Overtreding. Geen penalty, hè? Oké, hij kan nog. Dit is de laatste kans. Ja, en nu? Blok. Goed gedaan. Dat is nog niet daar. Oh. Hadden ze nog een wat? Zwitserland heeft nog gevallen. Heel en heel veel mazzel. En veel kan dit gedaan worden. Het is afgelopen. Nou, Zwitserland. Ja, verder. Dat vind je dus. Dit is in elk geval een mooie opsteken. Het is net zoals ik aan het verder. Nou, dat was een geweldige wedstrijd. Dit was even ten avond en ik wens u een goede avond. Goed gedaan voor Zwitserland. 1-0. Ah, kijk wat een feest. Kijk. Mijn opening na. Ja, dit was de enige goal. De enige treffer. Maar een 1-0 is voldoende om Zwitserland toch nog in de race te blijven. En Poelen ligt eruit. Kijkers, ik hoop dat jullie even een likeje willen doen. Op deze eerste, laatste, 16 of tevoren over een half uurtje. Moet weer. Ik weet het niet, ik weet. Dat is nog bij mij niet bekend. Want... ja, snap, weet je dan. Morgen online. Voor jullie natuurlijk vandaag. Kijkers, bedankt voor het kijken. Bedankt voor het dag. En tot over een half uurtje met Wils. En ik weet nog niet met wie, hè. Jongens, mazzel!